De gemeente Rotterdam vervangt de komende 2 jaar het asfalt op de Prins Alexanderlaan, tussen de Rietkerkweg en de Hoofdweg. Op dinsdag 23 april start de eerste fase van de asfaltering. De Prins Alexanderlaan is dan voor doorgaand verkeer in beide richtingen afgesloten tussen de Rietkerkweg en de Prinsenlaan. Autoverkeer wordt omgeleid via de Jacques Dutilweg, de Boszoom en de Hoofdweg. Fietsers worden waar nodig lokaal omgeleid. De werkzaamheden in de eerste fase duren tot vrijdag 7 juni. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/prinsalexanderlaan.